Vijf ondernemerslessen in 20 minuten. Dat is het format van ondernemerslessen. En wij duiken in de steeds verder digitaal wordende wereld om ons heen. En dat doen wij met Steven van Bellegum. Steven, van harte welkom. Dankjewel. Laat u om te beginnen eens even duiden wie jij bent en wat je allemaal doet. Ik denk in het hart ben ik een ondernemer. Ik heb een aantal bedrijven mede opgericht. Nextworks, wij organiseren inspiratietrips, zal ik zeggen, voor bedrijven. Met name naar de Silicon Valley's van deze wereld. Silicon Valley, en, China. Ik wil zeggen waar het gebeurt, ja. Ja. Snackbites heb ik opgericht. Dat is een online marketing agency. En daarnaast heb ik ook een aantal boeken geschreven, 4 managementboeken. Het laatste is vorige maand uitgekomen. Dat is getiteld Customers the Day After Tomorrow. En eigenlijk mijn hoofdactiviteit is spreken. Ik wil zeggen, ten gevolge daarvan sta je wel eens op een podium. Ja, ik sta wel eens op een podium. Lees hoe vaak? Bijna dagelijks. Ja? Bijna dagelijks. Dat is gewoon werk. Dat is mijn werk, ja. Veel internationaal. Veel in Europa, veel buiten Europa. Veel in Nederland. Ja, daar zien wij elkaar nog wel eens, omdat ik nog wel eens congressen aan elkaar klets. Absoluut, en jij de keynote absoluut, bent. Ja. Nu in een andere rol, interviewer en de specialist. Met name denk ik op het thema digitalisering, noem ik het maar even. En de consequenties daarvan voor ondernemers. Dat heb jij vertaald in 5 lessen. Ik stel voor dat wij daarmee gaan beginnen. Dat is goed. Dan gaan we naar de eerste les. Digital first is customer first without compromise. Vertel. Dat is een van mijn levensmotto's, zal ik zeggen. Omdat ik heb het gevoel dat het is een super interessante fase voor ondernemers. We zijn in die derde fase van digitalisatie beland. De eerste was meer internet, de tweede was mobile, de derde is artificiële intelligentie. Daar zit wel in. Wat 2007 was voor mobiel, is 2017 voor artificiële intelligentie. Mm-hmm. En je leest zoveel verhalen. Je wordt soms zo bang gemaakt, maar ook zo enthousiast gemaakt. Maar ze maken ons bang of enthousiast over technologie. En een van mijn favoriete quotes van Larry Page, de oprichter van Google, dat is, die zegt, hoe is het mogelijk in die wereld van technologie dat wij nog altijd toasters hebben die toast verbranden? We hebben wel toasters die een sms kunnen sturen als jouw toast klaar is, maar je hebt nog altijd kans dat die verbrand zijn. En waarom vertel ik dat? Omdat we zo obsessed zijn door die technologie, dat we eigenlijk vergeten waarover het gaat. Het gaat over de klant. En ik denk dat we daar moeten starten, customer experience, en dan denken, hoe kun je nu die technologie gebruiken om dat te gaan realiseren? En wat ik ook denk, en vandaar die quote, the leaders of the world op vlak van digital, dat zijn de Amazons, dat zijn de WeChats, de big technology platforms, die hebben dat eigenlijk heel goed begrepen, dat je beloftes moet houden aan klanten. Zij hebben de lat hoger gelegd dan wat we gewoon zijn. Ja. Dus het gevolg van digitalisatie is dat klanten meer verwachten. Wij werken heel vaak met die technologieplatformen. 80% van onze mobiele tijd zitten wij bij dat soort jongens. Dus zij bepalen de lat welke sector je als ondernemer ook inzet. En de rest, en jij moet dus volgen, of staan niet alleen volgen, daar moet je eigenlijk aan voldoen. En dat soort normen. Absoluut. Wat vind je trouwens even actueel zijstapje van de kritiek dat er dan weer vanaf de andere kant wordt gezet dat Amazon niet zo netjes omgaat met zijn eigen mensen? Ik las vandaag in de krant dat er mensen ergens in de fabriek liepen te slapen van vermoeidheid of zo. Is het zo slecht? Ja, ik kan dat bijna niet voorstellen. Ik weet dat niet. Ik kom nooit in die fabrieken, maar je leest het toch verschillende keren. Dus ik zou vermoeden dat er iets van aan is. I don't know. Het beste linken natuurlijk dat als je de customer experience, dat de consequentie zou zijn van dat customer experience. Dat is natuurlijk, als dat zo is, voelt dat niet zo, zo leuk. Hè? En het is ook, je hoort ook heel vaak dat je die customer first er pas krijgt als je employee first denkt. Precies. Dus dat vloekt wat. De mensen die ik ontmoet heb bij Amazon zijn meer, laten we zeggen, de mensen die in de kantoren werken. En die zijn razend enthousiast. Ja. Maar als die verhalen kloppen, is dat natuurlijk niet zo heel fijn. Nee, je hebt ook al inderdaad de fabrieken met de iPhones in China en alles en dat soort dingen. Ja, goed, dat is een dubbel gevoel. Hoe maak jij dit tastbaar voor, jij staat op veel podia, zeker ook in Nederland zie ik je veel, voor ondernemerscongres. Dit zijn natuurlijk huge jongens. Ja. En dan zit daar die restauranthouder in de zaal of de verfspeciaalzaak. Ja, hoe raak jij die mensen dan in hun vertaalslag naar hun business? Eigenlijk wat de Amazons doen is heel, heel simpel. Zij kijken naar een klassiek proces tussen een klant en een bedrijf. En zij identificeren alle elementen waar klanten ontevreden kunnen van worden. En die halen ze weg. En ik denk als je een verfbedrijfje hebt, je zit in B2B of een restaurant, misschien is de manier waarop mensen bij jou reserveren in het restaurant heel omslachtig. Ja, ja, ja. Of als ze binnenkomen in het restaurant is misschien heel omslachtig. Ja. En dan moet je gaan denken, hoe kunnen we dit
leuk maken voor de klant, zelfs al kost het ons meer effort. Uh-huh. En die mindset, dat kan eigenlijk elke ondernemer gebruiken. Helder. Les 2. Evolueer van mobile first naar AI first. Nou, je zei het al bij je introductie. Om te beginnen vroeg de eenvoudige MKB'er AI. Ja, dat is juist. Waar is dat dan? En in Nederland zegt men vaak ook nog kunstmatige intelligentie. Ja. AI is hier artificial intelligence, AI, zoals dat ze zeggen. In Nederland vaak KI genoemd, om het heel complex te maken. Ja. Maar je voelt dat opnieuw de grote technologiebedrijven, die zijn er al 3 jaar mee bezig. Hè? De Googles, de Amazons zijn leading op dit domein. Maar ik denk dat elke ondernemer op dit moment moet beginnen nadenken over een AI-strategie. En dat begint eigenlijk met na te denken over data. En vaak is dat in Nederland, maar in andere Europese landen ook, nog altijd een gevoelig thema, omdat men denkt, oei. Privacy. Ja, ja, ja. En waarom denken we dat? Omdat we eigenlijk heel vaak fout geredeneerd hebben met data. Ik heb heel veel bedrijven gezien waar er een slide was in PowerPoint, het woord big data stond erop en het euroteken stond erop en een pijl tussen de twee. De directe route van mensen hun data naar mijn portefeuille. Mm-hmm. En dat is natuurlijk een route voor disaster. Mm-hmm. Hoe gebruik je data het beste? Dat is eigenlijk gaan kijken van hoe kunnen we die data gebruiken om betere dienstverlening aan te bieden. Of om misschien een nieuwe businessline te starten. Eigenlijk de circle of life van AI. Mm-hmm. Dan heb je een goed product of dienst, die krijgt klanten. Die klanten genereren data en dankzij die data kun je verbeteren. Ga je verbeteren en ga je optimaliseren. Ja. Of efficiëntie slagen. Als sommige mensen met customer service bezig zijn bijvoorbeeld, de data op een gestructureerde manier verzamelen van die conversaties met klanten, dat wordt uiteindelijk een belangrijke grondstof om op termijn die conversaties voor een stuk te automatiseren of te zorgen dat je 24 uur op 24 daarmee bezig bent. En ik heb zo het gevoel dat heel veel mensen die AI niet 100% snappen. Die denken dat is enkel de Google Home en dat soort sprekende dingetjes of dat zijn robots. Maar ik ben ervan overtuigd dat ook voor kleinere organisaties die vormen van automatisatie een rol gaan spelen. Hmm. Ik heb zelf geëxperimenteerd met een bot in Facebook. Als je naar mijn Facebookpagina gaat, kun je daar praten met Steven Bot. En die is 24, ja, echt waar. Die is 24 uur op 24 beschikbaar. Okay. En dat werkt nog niet goed. Hè? Sommige dingen werken uitstekend, maar andere dingen niet. Ik ben een kleine ondernemer, maar ik heb er wel mee geëxperimenteerd. En ik denk iemand die een slagerij heeft, en het is straks oudejaar die eraan komt en kerst, allemaal die worden vragen, overrompeld door bestellingen. Ja. Misschien kun je een heel eenvoudige bot maken om ook 's avonds om 10 uur zo'n bestellingen te ontvangen. En ga je op die manier meer bestellingen hebben dan andere collega's. Ja. Dus als je begint na te denken over de mogelijkheden, dan is dat ook voor kleinere ondernemers, denk ik, heel interessant. Begint het daar ook mee dat, want ik zou je nu willen vragen, hoe heb je dat dan gedaan met die bot? Maar waarschijnlijk als ik een kwartiertje Google lees, 5 minuten, en ik zoek bot, Facebook, dan is het belangrijk voor ondernemers dat ze het internet ook gebruiken als kenniscentrum. Ja, absoluut. Heel vaak als wij mensen meenemen naar Silicon Valley of naar China, dan stijgt de urgentie. Zeggen ze van, oké, we snappen dat er beweging is en wij moeten mee. Maar we snappen ook dat we het onvoldoende begrijpen. Ja. En ik denk dat elke ondernemer op dit moment tijd moet voorzien om het beter te begrijpen. Het internet, maar bijvoorbeeld een platform als Coursera. Coursera is een spin-off van Stanford University. Ja. En daar kun je bij alle topprofessoren van de topscholen in Amerika gratis online cursussen volgen over al dit soort topics. Als jij wil weten wat AI is, als je data beter wil begrijpen, als je blockchain beter wil begrijpen, van de topprofessors of the world, free courses. En waarom doen ze dat? Omdat zij ervan overtuigd zijn dat dit een nieuwe vorm van learning is. En omdat zij eigenlijk zeggen van die topprofessoren naar zo'n niche publiek van studenten aanbieden, dat is zonde van die mannen hun qualities. Nee. En ze bieden het gratis aan. Wil je een diploma, dan betaal je het $50 aan die mensen. Het freemium model. Ja, met $50 in vergelijking met een Stanford degree. Yep. Is nog altijd maar wel gratis. Van een docent die ook doseert aan dezelfde universiteit. Exact. Ja, ja. Ja. Hoe heet dat? Coursera. Geweldig. Edu of .org, dat weet ik niet. Ook dat Google eventjes. Ja. ja, geweldig. Werk samen met de grote techplatformen. Ja, het is vaak het duivelse dilemma. Doen we dat of doen we dat niet? Hè? Je hoort vaak van ondernemers, ja, maar dan maken we ze nog groter. Hmm. Ja, maar als je niet samenwerkt met hen, gaan ze er geen pijn van lijden. Nee. Maar als jij niet ermee samenwerkt, dan ga je wel pijn lijden. Hmm. Ik hoor vaak de kritiek van kleine ondernemers die zeggen, het wordt allemaal zo groot en zo duur, wij gaan het niet kunnen. Dat klopt enerzijds. Anderzijds, als je bijvoorbeeld kijkt naar Facebook, wat een platform is die iedereen gratis kan gebruiken.
als ondernemer, denk ik, is er nog nooit een tool geweest die zo geschikt is om heel getarget, voor heel weinig geld, heel veel mensen te gaan bereiken met jouw promoties. Hè? Mm-hmm. En de grote massamedia was vroeger ontoegankelijk voor kleine ondernemers. Facebook nu wel. Als jij 100 euro investeert op Facebook advertising bij jou in de gemeente of in de stad, als dat jouw doelgroep is, dan ga je heel, heel veel mensen gaan bereiken. Dus dat ligt daar voor het grijpen. Wij zelf in onze bedrijven Nextworks en Snackbites gebruiken wij het als recruteringstool, bijvoorbeeld. Als ik zie hoe dat wij mensen eigenlijk kunnen aantrekken van hoog niveau dankzij Facebook en LinkedIn, ook Facebook, is dat ongelooflijk. 20 jaar geleden moesten wij tienduizenden euro's betalen aan advertenties om aan mensen te raken. Ja. Dus dat is absoluut de mogelijkheid. Een tweede mogelijkheid, als je zegt, ja, ik heb een specialiteit, ik verkoop iets en ik wil graag op schaal. In Nederland kun je perfect met een bol.com gaan samenwerken om hen ook als winkel te gaan gebruiken. Dus ik zie heel veel opportuniteiten op die manier. De hele platformgedachte wordt steeds populairder, hè? Online. Dat je inderdaad als MKB'er gewoon de sales kan doen via het bol.com-platform. Ja. Want daar is het nogal druk. Ja, absoluut. Sterker nog, is het de strategie van bol.com. Want ik geloof al dat ze binnen een paar jaar gaan ze de grote meerderheid van de verkoop gaat via partners lopen. Amazon hetzelfde en Alibaba doet enkel platforms. Ja. Dus Bol is daar zeker vragende partij voor. Ja. Interessant allemaal. De vierde les. Strijd voor een eigen identiteit in een wereld vol met techplatformen. Nou, in het verlengde van de vorige les, leg uit, hoe doe je dat? Maar dat is het duivelse dilemma. Ja. Werken we samen of bouwen we ons eigen merk? Ja. Het is beiden. Je werkt samen met hen, maar je bouwt ook je eigen merk. Hoe doe je dat? Het zijn er eigenlijk vier elementen die ik heel belangrijk vind. Het eerste is, je moet dezelfde convenience levels inbouwen als die grote jongens. Dus het moet even makkelijk zijn om bij jou te kopen. 1 klik. Nul klikken, als het via voice is. Wat je al zei, alle pijnpunten die er eenmaal zijn, eruit proberen te filteren. Die halen we eruit. Ja. Tweede, we gaan beter moeten worden in marketing naar machines. Als meer en meer algoritmes gaan bepalen wat mensen gaan kopen, dan ga je meer en meer marketing naar die algoritmes moeten doen. Zodat die algoritmes voor jou gaan werken. Ja. Amazon Echo, Google Home zijn voorbeelden van voice. Ik zeg altijd in de zalen nu van jongens de praatpalen in Nederland langs de weg gaan verdwijnen. Maar in het huis komen ze eraan. Hè? Ja, dus, en dat gaat erop, hè, nu. Het gaat heel hard. Ja. In Amerika is het mainstream geworden. Ja, 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 ja. Dus die bepalen wat mensen kopen. Ja. Dus ga je daar moeten op inspelen. Ja. Derde, misschien belangrijkste. Ik denk elk bedrijf heeft sterktes die de Amazons, die de Bols, die de Facebooken niet hebben. Die identificeren en die weten te gebruiken op een manier aangepast aan de digitale wereld is ongelooflijk belangrijk. Ik ga een voorbeeld geven. Walmart. Walmart, grootste retailer van de wereld, in concurrentie met Amazon. Die zegt, wij hebben winkels en Amazon heeft dat niet. Maar wij gebruikten onze winkels verkeerd. Als mensen vroeger iets online kochten en ze gingen het afhalen in de winkel, dan moesten ze 10 minuten wachten. Nu hebben ze daar grote machines gezet. Je scant je telefoon, 30 seconden later heb je het. Returns, dezelfde manier. Je steekt het in die machine, scant het, 30 seconden later ben je buiten. Dus zij gebruiken nu de sterkte van de winkel, maar ook op een digitale manier. Zij hebben medewerkers. Hè. Walmart heeft 1,4 miljoen medewerkers. Die rijden allemaal naar huis 's avonds. En zij gebruiken die nu om pakjes af te leveren. Triple win, want ze zeggen van 1. Wij betalen onze medewerkers extra per pakje. En die rijden toch voorbij klanten. De klant heeft het sneller dan bij Amazon. En voor het milieu is het goed, want die mensen rijden toch al naar huis en je hebt geen extra vrachtwagentje nodig. Ja. Dat is leveraging van jouw sterktes, maar aangepast aan het digitale tijdperk. Ja. En de vierde is toch kritisch kijken naar communicatiekanalen. Ik heb het gevoel dat we te veel vasthouden aan het oude, omdat we weten hoe dat werkt en hoe het te meten valt. Maar je moet echt op zoek naar kanalen die impact hebben. Ik vind het beste voorbeeld van Nederland is het YouTube-kanaal van Coolblue. Die maken Nederlandstalige video's, technische uitleg eigenlijk. Ja. Maar ze maken wel 20 tot 100 video's per dag. Ze hebben ondertussen 50 miljoen views. Maar als je iets opzoekt in het Nederlands over elektronica-producten, kom je uit bij hen. Moedereend-effect ontstaat qua vertrouwen en je koopt bij hen. Ja. Dus convenience levels, marketing naar machines, leverage van je sterktes en die nieuwe communicatiekanalen slim gebruiken. Op die manier kun je voor een stuk terugvechten tegen die grote giganten. Ja, terwijl Coolblue natuurlijk wel een grote gigant zelf dat is. Zo. Is. En dat maar, is zo. Maar dat ik is moet je eerlijk zeggen, ik ben al zover dat als ik een product search doe op Google, dat ik Coolblue achtertyp, zodat ik dan maar direct op hun productpagina terugkom. Ja, maar dan weet ik dat het of vanwege de, nou, en vanwege de, als er shit is, dan lossen ze het op. Ja,
Dat is waar. En daarom, want het product is helder. Ja, dat is waar. En je ziet hoe snel dat je vertrouwen krijgt als ze hun beloftes houden. Ja, moeten ze wel elke keer goed doen. Want anders elke keer is het een nieuw examen. Ja. De laatste, de human touch. Ja, de last but not least, denk ik. De human touch neemt toe in belang in een digitale wereld. En dat is zo een belangrijke als je weer in de zaal staat en je vertelt dingen. En je ziet soms, ik als dagvoorzitter kijk dan om me heen. En dan zie ik sommige ondernemers al met zijn hakjes zo in het zand zo. Ik weet niet of ik dit allemaal zo leuk vind. En dan kom je met dit en dan is hij zo... Gelukkig. De mensheid is nog niet overbodig geworden. Au contraire. Je voelt de sfeer veranderen. Je voelt de sfeer veranderen. Vertel. Dit is eigenlijk de core message uit mijn vorige boek. Ja. When Digital Becomes Human. Ja. Gebaseerd op de oude economische wet van de schaarste. Als iets schaars wordt, dan wordt het waardevoller. Ik denk voor alle ondernemers die zitten te kijken dat het menselijk contact tussen hun bedrijf en hun klanten daalt in frequentie. Net daardoor stijgt het menselijk aspect in belang. Wat een simpele theorie. Heel simpele theorie, maar het maakt het ook moeilijker. Hè? Als je, stel dat je kijkt naar de bankaire wereld. Vroeger ging een ondernemer 52 keer per jaar naar de bank. De bank had 52 kansen om te scoren. Als er twee slechte bij zaten, zo be het. Nu gaan ze nog twee keer per jaar. Hè? Dus je hebt minder kans. Dus die twee, de performance levels moeten hoger zijn. Mm. En de kunst is, wat moeten wij doen als mensen wat in die digitale wereld. En dat zijn eigenlijk dingen die computers niet goed kunnen. En dan kom je uit bij emotionele aspecten als empathie en passie. Mm. En ik denk de grote valstrik is dat bedrijven denken, we hebben mensen, dus we zijn goed in die human touch. Mensen kunnen het ook naar beneden trekken. Mensen kunnen het omhoog trekken. Machine houdt het neutraal. Een grote valstrik is voor mensen in sales en service bijvoorbeeld, dat ze in routine terechtkomen. Een autoverkoper ziet een klant elk uur. Ik zie zo'n autoverkoper maar één keer om de 4-5 jaar. Mm. Voor mij is dat een moment of glory. Voor die verkoper is dat misschien van next one in line. Yeah. En als ik dat gevoel krijg, dan heb je de human touch niet. Mm. Als die verkoper empathisch, enthousiast, gepassioneerd is, dan is dat voor mij een nog leuker moment. Yeah. Dus dat gaat iets worden, denk ik, dat we een enorme opportuniteit gaan invinden om uit te blinken. Als je de luxe hebt om klanten in het echt te zien, om op dat moment echt het verschil te maken. En ik gebruik zo in mijn presentaties van die zinnetjes. Hè, van computers personaliseren, mensen maken het persoonlijk. Dat is iets anders. Mm. Computers voorspellen, maar mensen kunnen verrassen. Ja. En het belangrijkste misschien, computers voeren uit wat ze hebben beloofd. Mensen kunnen meer doen dan wat ze hebben beloofd. Dus eigenlijk als ondernemer heb je medewerkers nodig die buiten de lijntjes kleuren ten voordele van de klant. Dat betekent wel iets op opleiding en trainingsvlak. Valt dan nog wat nieuws te doen dan? Ja, dat is een uitdaging. Ja. Ja. Maar een heel grote kans in deze digitale wereld. Prachtig. Dat was 20 minuutjes Steven van Bellegem slechts. Nou, voor iedereen die zit te kijken, daar wil ik wat meer van weten. Nou, ik zou zeggen, Google Steven en zie alle podia waar jij op staat om jou live een keer te zien. Dank je dat je hier bij mijn studio bent. Heel veel plezier. Dank je om mij te nodigen. Geen dank. Dankjewel voor het kijken voor weer een aflevering van Ondernemerslessen. Kijk voor meer op 7ditches.tv. Download onze app of wil je alle lessen op een rijtje zien? Ga dan naar ons Instagram-account. Dank voor nu. Hoi.